Welkom bij alweer een nieuwe uitzending van AVDR Legal Flix. Vandaag beschik ik, Martijn van der Hel, samen met mijn compagnon en collega Cyril Ruurs, het Towercast arrest, de Europese fusieregels verder aangescherpt. Welkom Cyril, leuk om het zo samen te doen. Dat Towercast arrest, dat heeft de afgelopen weken nogal wat stof doen opwaaien in ons vak, in ons rechtsgebied. Waar gaat het over? Ja, Martijn, dankjewel. Er is een hoop over gezegd, een hoop over geschreven ook. Genoeg blogs zijn de wereld ingeslingerd over het Towercast-arrest. Ja, het komt eigenlijk op neer dat er een uitspraak is geweest van het Europees Hof van Justitie op 16 maart jongsleden. En dat naar aanleiding van een Frans verwijzingsverzoek, een prejudiciële vraag. En het gaat in de kern om de vraag wat de verhouding is tussen de concentratiecontroleregels aan de ene kant en het verbod op misbruik van de economische machtspositie aan de andere kant. Dat is eigenlijk in de notendop waar het neerkomt. Okay. En de vraag is dan, hè, kun je spreken van een misbruik van economische machtspositie naar aanleiding van een overname, ook als die fusie niet vooraf is getoetst door de autoriteiten? Oké, dat lijkt me vooral voor de M&A-community nogal van belang. Wat is de conclusie? Ja, de conclusie is dat inderdaad een nationale autoriteit onder bepaalde omstandigheden een fusie die niet vooraf is gemeld en getoetst door de autoriteiten, achteraf wel kan aanvallen op grond van het misbruik van economische machtspositie. Oké, dat in theorie betekent dat nogal wat. Dat in theorie betekent dat heel wat. Oké, nou laten we daar zo heen lopen om te kijken wat het dan uiteindelijk in de praktijk betekent. En misschien wat er nog voor open eitjes zijn. En wat men hier in de praktijk nu ook mee kan, of juist niet. Je had het al even over de concentratieregels, fusiecontroleregels, het fusietoezicht. Wat houdt dat precies in? Kun je daar iets over zeggen? Ja, kijk, waar het om gaat is het Europees meningsrecht en ook het Nederlands meningsrecht, dat kent een aantal bepalingen om te borgen dat de mededinging in stand blijft. Hè, mm-hmm. Dat die niet wordt verhinderd of beperkt of vervalst. Mm-hmm. Een daarvan is het verbod op misbruik van economische machtspositie. Je hebt het kartelverbod, dat is een andere pilaar. En het derde pilaar is eigenlijk concentratiecontrole. Ja, concentratiecontrole, ja, concentratie, dat klinkt wat abstract, maar daaronder vallen fusies, overnames, ja. Maar ook joint ventures. Okay. En de gedachte is dat onder bepaalde omstandigheden, als bepaalde drempels wordt voldaan, dat dan omzetdrempels gaat het om, ja, volgens mij. De grote deel in de meeste gevallen, ja? om omzetdrempels. Dat dan een concentratie eerst moet worden gemeld bij de autoriteiten. Dat kan zijn een nationale autoriteit, dat kan zijn bij de Europese Commissie. Mm-hmm. En vervolgens wordt die beoordeeld, die wordt getoetst. En dan moet er worden goedgekeurd voordat er kan worden geclosed. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Dat is de achtergrond waar deze uitspraak tegen moet worden gelezen. Oké. En ik las gisteren iets in de krant over Rompot en Landal. Twee vakantieparken die met elkaar samengingen. En die moesten dan een deel van die vakantiehuisjes van die parken verkopen aan een derde. Is dat waar je aan moet denken? Dat soort toezicht door dat was geloof ik de ACM die dat dan, ja, oplegde, die verplichting. Moeten we aan dat soort zaken denken? Ja, dat is exact een voorbeeld van een concentratiezaak. Die is beoordeeld, hè, door de Europese, of door de ACM. Dus die kijkt dan naar, nou, er vindt een fusie plaats, een concentratie tussen twee voorheen afzonderlijke spelers op de markt. In dit geval de vakantiehuisjesmarkt, ja, even kort gezegd. Ja. Die beide partijen kwamen boven bepaalde omzetdrempels. Dus ze hadden dermate veel omzet dat die moet eerst worden goedgekeurd door de autoriteiten. Ja. Die zijn naar de autoriteiten gestapt. Die zeggen, joh, wij willen dit graag gaan doen. Mag dit? En dan zegt de autoriteit, nou, daar wil ik eerst goed naar kijken. En daar heeft ACM, hè, die heeft ook lang naar gekeken. Ik bedoel, die fusie is ergens medio vorig jaar volgens mij al aangemeld bij de ACM. Ja. Heeft er heel lang naar gekeken. Toen gezegd, oké, nou, voordat jullie deze concentratie mogen vervullen, wil ik hier eerst iets van vinden. Ja. Nou, dat is dus typisch een geval waarbij dus de autoriteit beoordeelt of iets mag of niet. Oké, dus je hebt die fusiecontroleregels. Ofwel je moet iets melden in Brussel, ofwel je moet iets melden bij een nationaal toezichthouder, de ACM dan in Den Haag. En wat nou als je het overal onder die drempel zit? Dan kan een toezichthouder dat dus dan niet meer beoordelen? Of? Nou ja, tot voor kort zou ik willen zeggen, nog iets voor het Towercast-arrest, was dat inderdaad de lezing, hè, was dat de lijn. Ja. Als je niet boven de drempels komt, dan kun je gewoon je gang gaan, plat gezegd. Ja. Dat was het. Ja. Daar is wel verandering in gekomen. Okay. Niet door het Towercast-arrest dus al, maar, ja, daarvoor. En dat heeft te maken met de zogenaamde Dutch Clause. Dat heeft ook in ons vakgebied wel het nodige. Ja, de Nederlandse clausule. Ja. Heeft Nederland wel, Nederland, maar ook in Europa wel, ja, nodige tot behoorlijk wat monden geroerd, laat ik zo zeggen. Ja. Monden geroerd, ja. Maar kun je daar iets over zeggen? Wat houdt die Dutch Clause, wat houdt het in? Ja, ik denk dat het wel goed is om dat toch even te benoemen. Het is niet de Towercast-arrest. Nee. Volgens mij hebben we beloofd aan de kijkers dat we en aan de AVDR dat we daar zeker naartoe gaan. Maar het is denk ik ook goed om te weten dat de Dutch Clause wel relevant is in deze hele context. Ja.
Het komt zelfs terug in de vraag die is gesteld, hè, naar aanleiding van, of de prejudicerende vraag die is gesteld. Artikel 22 van de concentratieverordening, die heet ook wel de Dutch Clause. En dat is een bepaling die bestond eigenlijk al heel lang. Van oudsher zat die al in de Europese regels. Alleen het is een bepaling die heel lang een soort een sluimend bestaan heeft geleden. Hij bestond wel, maar werd eigenlijk nooit toegepast. En de Dutch Clause maakt het mogelijk, en we komen zo even op waarom de Dutch Clause heet. Ja. Maar de Dutch Clause maakt het mogelijk voor nationale autoriteiten, die concentraties hebben die zij niet mogen beoordelen, omdat die niet boven de drempels komen, mm-hmm. om die door te verwijzen naar de Europese Commissie. Ja. En te zeggen, kunnen jullie hier naar kijken, beste Europese Commissie? Wij mogen hier niks van vinden, dus willen jullie naar kijken. Ook al komt deze concentratie ook niet boven de Europese drempels. Hè? Dat is wel goed om te weten. Ja. En dat heeft dus gecreëerd sinds de zaak Illumina Grill. Hè, dat heeft gecreëerd dat er eigenlijk extra bevoegdheid bestaat om een fusie te toetsen. Oké, en zie je dat nog op hele specifieke? Ze hebben alle fusies van overnames of hele specifieke overnames? Ja, kijk, als je artikel 22, de Dutch Clause, bekijkt, dan is dat niet beperkt in zekere zin. Maar de Europese Commissie heeft wel gezegd dat zij die bevoegdheid wil gebruiken om met name de zogenaamde killer acquisitions aan te pakken. Hè? Killer acquisitions gaat het dan met name om overnames in bijvoorbeeld de healthcare of de farmaceutische industrie of de techsector. Ja. Waarbij een relatief grote partij, een heel kleine partij die net opkomt, eigenlijk vroegtijdig opkoopt om zo een potentiële concurrentiekracht uit de markt te halen. En die valt natuurlijk onder de drempels, want die is nog zo klein. Die heeft nog geen omzet of heel weinig omzet. Exact. Okay. Hè? Die target is vaak zo klein. De kopende partij is vaak wat groter, maar die target is vaak zo klein. Oké. En er zijn voor mij een aantal voorbeelden van. Je noemde al die Illumina Grill-zaken. Ja. Er zijn nog een aantal andere geweest volgens mij, hè, de afgelopen jaar, twee jaar, die aan de commissie zijn voorgelegd door de nationale autoriteiten. Ja. Dus dat is nu een nieuw mechanisme die dus in gang is gezet. Je kunt wel zeggen, dat is wel hot, hè? Artikel 22, de Dutch Clause. Oké, okay, maar dan moet je even vertellen voor de mensen die te kijken. Waarom heet dat dan de Nederlandse clausule? We noemen het steeds de Dutch Clause. En dat komt vanuit de historie. Er is een periode geweest tussen begin jaren 90 en eind jaren 90... dat we in Europa wel Europese concentratiecontroleregels hadden. Ja. Dus de Europese Commissie kon wel bepaalde fusies beoordelen. En ook andere landen konden dat wel. Ja. Alleen Nederland die liep een beetje achter. Dus die hadden nog geen eigen regels. Dus dan kon het zijn zo tot eind jaren 90. Dus het punt was dat er dus in Nederland behoefte was aan concentratiecontrole, maar die regels waren er niet. Ja. En daarvoor is toen bedacht, dan kan bijvoorbeeld de Nederlandse autoriteit die zaak dan wel flaggen bij de Europese Commissie. Oké, helder. Dus vandaar de Dutch Clause. Oké. Nou, en dan nu toch naar Towercast. Even de context van die zaak. Ja. Wat speelde daar? Wat was de achtergrond daarvan? Ja, Towercast is zelf, dat is de naam van de partij die dit allemaal is gestart. Mm-hmm. Towercast is een Franse aanbieder van digitale televisiediensten. Ja. Of het uitzenden van digitale televisie. Ja. En de Towercast die had te maken met, op haar markt in Frankrijk, te maken met nog twee andere spelers. Ja. En dat waren TDF en ITAS. En TDF heeft op een gegeven moment ITAS overgenomen. Dus ze gingen eigenlijk van drie spelers naar twee spelers. Ja. En Towercast bleef eigenlijk over naast die nieuwe gefuseerde partij. Mm-hmm. Nou ja, die overname tussen TDF en ITAS, die was niet meldingsplichtig. Onder de drempels dus, te weinig omzet dan? Exact, te weinig omzet. Niet meldingsplichtig in Europa, maar ook niet in Frankrijk. Maar Towercast meende daar wel nadeel van te ondervinden. Okay. Dus hij werd ook niet verwezen, kennelijk dan dus. Exact. Okay. Exact. Overigens is deze fusie van rond 2016, meen ik. Ah, dus voor die ontwikkeling van die Dutch Clause die je net beschreef. Exact. De Dutch Clause was later in beeld gekomen. Okay. Dus daar komen ze ook nog even op. Oké. Okay. En toen. Dus Towercast die zei, allemaal leuk en aardig dat het niet wordt getoetst. Ja. Maar wij hebben wel een probleem. Dus die is naar de Franse autoriteit gestapt. Ja. De Franse mededingingsautoriteit. Ja. En die heeft gezegd, joh, willen jullie hier naar kijken? Want ik heb hier toch last van. Nou, toen zei de autoriteit, eerst intern was een afdeling die daar wel oren naar had. Dat is interessant. Intern. Maar uiteindelijk was het formele besluit van de Franse autoriteit, nee, we kunnen hier niets mee. Want dit is een concentratie. En voor concentraties, daarvoor moet je toch echt eigenlijk houden aan de Europese en de Franse concentratieregels. Je kun je niet opeens artikel 102 gaan gebruiken om te spreken over misbruik van de economische machtspositie. Ja. Oké, ze hadden meer die klassieke lijn die jij net beschreef. Zeg maar, we hebben gewoon fusiecontroleregels, daar valt het onder. Of niet, en that's it. Zeg maar, er is geen andere optie. Okay. Exact. En toen? Ja, je raadt het al, want het komt uiteindelijk op een prejudiciële vraag. Ja? Want die is gesteld omdat dus Towercast zei, ik ben het daar niet mee eens. Dus gaat in beroep? Gaat in beroep. Franse rechter zei, ik doe een verwijzing of ik vraag een prejudiciële vraag. En toen kwamen we hier. Toen kwamen we bij het hof. En ik heb begrepen dat Towercast een beroep deed op een
Autoarrest. Ja. Continental Ken. Ja. Echt uit de jaren 70. Kun je daar iets over zeggen? Over dat oude, hele oude arrest? Ja, eigenlijk is dat oude arrest al... daarvan is gezegd dat toen al is uitgemaakt dat inderdaad ook een concentratie die niet wordt beoordeeld op grond van de concentratieregels wel degelijk kan worden beoordeeld aan de hand van het verbod. Tot op misbruik van machtspositie. Exact. Okay. En, maar dat was een oud arrest. Dus dat was dus voor die fysieke controleregels die dus in de jaren 90 zijn ingevoerd. Exact. En dat was eigenlijk de onduidelijkheid voor zover die er was. Hè. Sommige auteurs zeiden nou, hè, het is wel duidelijk dat dit een bredere toepassing heeft. Sommigen zeiden nee, dit is achterhaald. Hè. Continental Ken is achterhaald door de Europese concentratieverordening en de nationale regels. Maar ja, dit was wel, Continental Ken lag wel aan de basis. En dat zie je ook heel vaak terugkomen in de towercastarrest van deze uitspraak. Oké, dan komen we langzaam denk ik bij wat het Hof uiteindelijk heeft besloten. Wat was de vraag, specifiek de vraag die de Franse rechter stelde? Ja, dus de Franse rechter die heeft gezegd, nou, in de volgende situatie, die gaan we zo uitleggen, is er dan de mogelijkheid voor nationale autoriteit om toch een concentratie te onderzoeken op basis van misbruik van de economische machtspositie? Ja. En dan gaat het specifiek om de situatie dat die concentratie onder de Europese drempels blijft, dus niet Europees hoeft te worden gemeld, onder de nationale drempels blijft, dus niet in Frankrijk hoeft te worden gemeld of een andere lidstaat, en niet is doorverwezen naar de Europese Commissie op grond van artikel 22. Die dus klos die je net uitlegt. Exact. Okay. En in die situatie mag je dan als autoriteit toch een onderzoek doen op basis van artikel 102, misbruik van machtspositie? Nou, het antwoord is ja, dat mag. Oké, okay. Was het zo kort, het antwoord van het Hof? Nou, het is geen ellenlange uitspraak. Ja. Zeker als je alle wetgeving en die wordt aangehaald en opsomming van argumenten eruit vult. Het is eigenlijk best wel beknopt. Okay. Dus ja, het antwoord is kort gezegd ja, het kan. Maar het is wel naar voorwaarden. En waarom kan het? Ja, waarom kan het? Eigenlijk is de vraag, bestaat er een bevoegdheid om artikel 102 toe te passen? Dat is eigenlijk de vraag. Ook naast deze concentratieverordeningsregels. Ja. En daarvan zegt het Hof, nou ja, dat bestaat. En met name in de eerste plaats, omdat het verbod op misbruik van de economische machtspositie, dat is artikel 102, dat is een bepaling uit het verdrag. Ah, zo. Verdrag van de werking van de Europese Unie. Ja. Hè? Een van de twee grote hoofdverdragen eigenlijk. Ja. Nou ja, als het daarin staat, zegt het Hof, dan kun je niet vervolgens als in een concentratieverordening, dus lagere wetgeving, eigenlijk die bepaling van artikel 102 gaan inperken of uitsluiten. Okay. Dus dat is een van de meer juridisch technische argumenten. Oké, okay. Het is gewoon hogere wetgeving dus, die gewoon geldt. Ja, hogere wetgeving. Ja. Okay. Die direct werkt. Ja. Ja, maar dan neem ik aan, dan moet nog wel voldaan zijn aan, aan wat voorwaarden. Want toch, bedoel, een machtspositie op zichzelf, dat is niet verboden. Klopt. Klopt. Ja, en dat is al heel lang uitgemaakt. Daar is geen twijfel over mogelijk in de rechtspraak. Hè? Het hebben van een machtspositie, dat is geen probleem. Nee. Sterker nog, er wordt ook overwogen in Towercast, het versterken van een reeds bestaande machtspositie is op zich ook geen probleem. Dus op zich, het overnemen is op zich niet gelijk een probleem? Nee, niet direct. Oké, okay. Wanneer is dan wel een probleem? Ja, en dat is waar we het nu over gaan hebben. Dat is eigenlijk de crux van deze uitspraak. Wat er moet worden aangetoond, dat is interessant, is dat de aldus bereikte mate van overheersing, dus door de overname, de mededinging wezenlijk belemmert. En dan staat hier, dat wil zeggen dat er alleen nog maar ondernemingen overblijven die van de dominante speler afhankelijk zijn. Oké, okay, dat zijn nogal wat voorwaarden. Ja. Als ik er zo op luister. Ja. Overheersing zeg je? Ja. Wezenlijke belemmering? Alleen nog maar ondernemingen overblijven die afhankelijk zijn. Ja. Dat is dus eigenlijk mag ik dat zo samenvatten dat er eigenlijk helemaal geen concurrentie meer mogelijk is? Ja, daar lijkt het wel op. Althans, dat die overgebleven concurrent in zeer vergaande mate afhankelijk is van dus die dominante partij die nog sterker is geworden. Ja. Daar lijkt het op te hinten. Oké. Okay. Ja. Okay, maar dat is wel goed, denk ik, om ons dat te realiseren, dat het dus niet gelijk zo dat iedere overname nu in één keer onder dat verbod op misbruik van machtspositie kan vallen. Nee. Het is allerlei voorwaarden dus. Heel veel voorwaarden. Ja. Ja, en we komen daar straks waarschijnlijk ook nog wel even over te spreken. Maar je moet wel heel veel stappen doorlopen, wil je hier naartoe komen. Oké, dus als ik je goed begrijp, dan zijn het een aantal stapjes die je eerst moet zetten. Het mag dus, je moet niet onder de Europese drempels vallen. Je moet niet onder de nationale drempels vallen. Ja. Je moet dus ook niet zijn verwezen door een nationale rechter naar de Europese Commissie. Precies. Dan kan het eventueel onder dat verbod op misbruik van machtspositie vallen.
Mits je dus dan die criteria hebt van dat je dus die afhankelijkheid en die wezenlijke belemmering en dat er eigenlijk helemaal geen concurrentie meer is. Exact. Dan, hè, dat, wat eigenlijk als je het op een rijtje zet, dan moet je eigenlijk aantonen dat de koper reeds een dominante positie had. Dus een overname door een kleine partij van een andere kleine partij zal in de regel geen probleem opleveren. Ja. Kom je hier niet naartoe. Je moet al dominant zijn. Ja. De overgenomen partij, de target, die moet actief zijn op dezelfde markt als de koper. Ja. Dus bijvoorbeeld in private equity die nog niet actief is in een bepaald segment. Ja. Daar speelt dit al niet. Nee. En als laatste, de concentratie moet dus leiden tot misbruik van een machtspositie. Wat je net zei, een wezenlijke belemmering van de mededinging. Ja. Met name als gevolg van dus, een afhankelijkheid die ontstaat voor de resterende concurrenten van die partij. Ja. De vraag die ik mezelf nu stelde is, dit geldt voor het verbod op misbruik van machtspositie. Maar je legt het net al uit, je hebt de meningsregels bestaan uit kartelverbod, fysieke controleregels en misbruik van machtspositie. Maar geldt het dan ook voor het kartelverbod? Zou dus ook een toezichthouder ook op grond van het kartelverbod iets kunnen doen met een fusie of overname of een joint venture? Ja, ik ben benieuwd hoe jij er zelf over denkt. Want als ik die regels, als ik de uitspraak lees, zou ik het zo zeggen, dan is die vrij generiek geformuleerd. Ja, hè? Ja, wordt eigenlijk gezegd, ja, de concentratieverordening kan geen afbreuk doen, kort gezegd, aan de bepalingen van het mededinging. Die hogere wetgeving. De hogere wetgeving, het verdrag van de werking van de Europese Unie. Ja. Artikel 102, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Maar ook artikel 101 wordt genoemd, het kartelverbod. Hè, 101, 102, kartelmisbruik. Ja. Dus ja, ik ben benieuwd hoe jij ook kijkt naar de oude wetgeving. Ik zie het ook zo. Nou, deed me denken aan ook een ander heel oud arrest. Je had Continental Ken vroeger. Dat ging over misbruik van machtspositie. En je had Philip Morris, ook voor de jaren 90, voordat de fusiecontroleregels kwamen. En daarin was bepaald dat Philip Morris, die nam toen een belang in een concurrent. Het was een joint venture voor mij, die ze met een andere partij hadden. En daar waren ook allerlei afspraken bij gemaakt, allerlei overeenkomsten gesloten. En dat is nu door de Europese Commissie aangepakt op grond van het kartelverbod. Ja. Niet op grond van Continental Ken misbruik machtspositie. Dus dan zou je kunnen denken dat dat dan ook nog weer, of dat ook weer herleeft. Of althans, het is nooit dood geweest. Ja. Het bestaat gewoon nog steeds. Ja, nou ja, laat ik zo zeggen. Je creëert misschien wel een gedachte bij iemand. Hè? Je brengt misschien iemand daar op ideeën. Een autoriteit, noem dat. Oké, en concreet, van wat voor gevolgen gaat dit nou hebben voor de praktijk? Ja, die vraag krijgen we vaker. Wat kunnen meningsautoriteiten nu? Ja, kijk, ik denk dat het heel goed is voor iedereen die zich bezighoudt met fusies en overnames. Ja. In eerste plaats dat de autoriteiten natuurlijk al een middel hadden om fusies te toetsen. Namelijk als je moet ze melden op basis van de omzetdrempels. Dus dat is het eerste anker waarvoor autoriteiten zullen gaan liggen. Ze zullen niet zeggen, oh, fusie komt boven de drempels, maar ik ga het over de boeg van artikel 102 gooien. Dat is voor hen helemaal niet aantrekkelijk. Nee. Daarnaast hebben ze de mogelijkheid sinds kort van de Dutch Clause. Ja. Dus doorverwijzen als het onder de drempels komt. Dus ze hebben eigenlijk al een manier om niet meldingsplichtige transacties toch te toetsen. Ja. Ja, en dan is dit eigenlijk een soort derde lood. Hè? Een derde optie die ze hebben. Een soort fallback om fusies aan te pakken. Oké. Dus extra mogelijkheden voor een extra mogelijkheid voor de toezichthouder om met name die killer acquisitions, wat je net zei, die waar een grote speler, een kleine speler overneemt, om die dus toch aan te pakken, eventueel achteraf. Ja. Ja, ja. En wat kunnen ze dan doen? Wat kan een meningsautoriteit dan doen? Kijk, als er sprake is van een overtreding van artikel 102, dan komen de normale bevoegdheden in beeld van, in ons geval, de ACM. Ja. En die kan een boete opleggen. Okay. Of een last onder dwangsom. En wat is die last dan? Wat zou het kunnen inhouden? Ja, dat is heel interessant. Want waaruit bestaat het misbruik? Het misbruik bestaat kennelijk uit het creëren van een te sterke marktpositie, waardoor andere ondernemingen niet effectief kunnen concurreren. Ja. Samengevat. Ja. Met name vanwege die afhankelijkheid. Ja. Maar dan zou je kunnen voorstellen dat je in een situatie komt dat de autoriteit, het ACM, achteraf zegt, nou, deze fusie, nou, dat is in strijd met artikel 102. Ja. Nou, ik kan u een boete opleggen, maar ik kan ook een last onder dwangsom opleggen. Maar om de fusie ongedaan te maken? Ja. Of een deel van de fusie? Of moet je het dan weer terugverkopen? Dat zou kunnen. Bijvoorbeeld. Zou kunnen. Ja, en dat is het hele interessante, maar ook wel een beetje vervelende aan deze uitspraak. Er komt heel veel vragen op. Ja. Van hoe dit dan in de praktijk wordt toegepast. Maar zegt het Hof van Justitie daar iets over? Over de gevolgen? Niks. Er zegt niks over. Oké. Okay. En dat is, dat hebben we eerder ook al besproken. In die zin dat dit is natuurlijk een prejudiciële vraag. Ja. En zoals je vaak ziet bij de prejudiciële vragen, worden op kader geschetst, worden wat handvatten gegeven. Maar uiteindelijk is het natuurlijk aan de Franse mededingingsautoriteit om in deze specifieke zaak hier iets mee te doen. Ja, dus Franse rechter. Franse rechter straks. Ja, oké. Dus dat wordt interessant dus om te zien. Wat gaat die Franse rechter dan doen met deze dit antwoord wat hij gekregen heeft. Ja. En wat zouden, nu hebben we het alleen maar over meningsautoriteiten, zou je ook nog naar een rechter kunnen hiermee? Dus niet naar de Fransen, ik heb het niet nu over Towercast, maar in zijn algemeenheid.
zou je als concurrent of als leverancier of als afnemer, je kan natuurlijk klagen bij een autoriteit, maar zou je ook naar een rechter kunnen gaan om te proberen om een fusie of overname ongedaan te maken? Ja, absoluut. Nou ja. Absoluut. En dat is denk ik, in dat opzicht is deze ontwikkeling, is Towercast weer net anders dan artikel 22. Want ja, artikel 22, ja, het is wel een hele kluif om een autoriteit in Nederland te dwingen om een zaak te gaan verwijzen die niet meldingsplichtig is. Daar ga je wel als bestuursrechter heel erg ingrijpen op de ruimte, beleidsruimte en de beoordelingsruimte van een autoriteit. Dus dat zal niet snel gebeuren. Maar dit, artikel 102, ja, je kan bij wijze van spreken als concurrent die hier last van heeft of als afnemer, kun je natuurlijk een handhavingsverzoek doen bij de autoriteit en zeggen, ik zie een inbreuk op artikel 102, ik wil dat u hierop gaat handhaven. Ja, en de alternatief is dat je zelf naar de rechter gaat en dan dus zelf probeert dat je rechter dus vraagt om die fusie of overname ongedaan te maken. Of schadevergoeding, zou natuurlijk ook kunnen. Of schadevergoeding. Kijk, de eerste stap zal altijd zijn, ook in de civiele procedure, dat je natuurlijk het liefst een verklaring van recht wil, een vaststelling, dat er sprake is van een misbruik. Ja. En als je dat dan hebt, ja, dan kun je gaan kijken, wat ga je daarmee doen? Ja. Ga je proberen inderdaad ongedaan te maken? Dat is heel verstrekkend. Ja. Schadevergoeding is misschien makkelijker. Maar ja, dat behoort wel tot de mogelijkheden. Ja, loop je natuurlijk wel tegen die bewijslast aan, die we net al bespraken, over die enorme beperking van de concurrentie, die dus kennelijk nodig is om van misbruik te kunnen spreken. Exact. En dat als civiele partij, zonder de bevoegdheden van een autoriteit. Niet eenvoudig. Moet je behoorlijk investeren, wil je daar... Daar ben ik wel met je eens. En zou je ook nog kunnen zeggen dat zo'n fusie of overname, die dan in strijd is met het verbod op misbruik van machtspositie, gewoon naar zijn aard nietig is en dus gewoon verboden is? Zou je dat kunnen zeggen? Nou, civielrechtelijk bedoel ik, hè? Meer. Niet zozeer of je als autoriteit iets aan kan doen, maar dat een van de partijen achteraf zou kunnen zijn, ook de betrokken partijen. Ja, ik heb iets verkocht, maar het was hartstikke nietig, die transactie. Ja. Of ik heb iets gefuseerd, maar dat blijkt helemaal niet, had helemaal niet gemogen. Ja. Zou het ook nog kunnen? Nou, ik sluit het niet uit. En de reden dat ik het niet uitsluit is omdat ten aanzien van het kartelverbod, artikel 101, artikel 6 van de mededingingswet, daar is expliciet bepaald dat een afspraak, ook al een overeenkomst zijn. Dat staat gewoon in de wet, hè? Dat het niet er is. Het staat gewoon in de wet. Is gewoon nietig. Ja. Dus dat staat in de wet. Maar dat is artikel 6, slash 101, kartelverbod. Dus. Ja. Artikel 102, misbruik machtspositie, daar staat dat niet in de wet. Nee. En dan is de vraag, als dit geldt bij artikel 101, kan het misschien niet ook gelden bij artikel 102. Ja, want je hebt iets gedaan wat in strijd is met de wet. Dat is dan duidelijk. Ja, ja. Als het vaststaat, dan is het in strijd met artikel 102. Ja. Dan dit arrest, dat is natuurlijk een Europees arrest. Dat geldt dan dus ook in Nederland. Ja. Betekent dit dan ook dat je via het Nederlandse verbod op misbruik van machtspositie fusie over zou kunnen aanpakken? Ja, zoals we al zeiden, deze uitspraak keert een hoop vragen. En dit is eigenlijk weer zo'n interessant geval. Er bestaat denk ik weinig twijfel over dat hij op grond van artikel 102, de Europese norm, kan zeggen, misbruik, concentratie kan ook misbruik opleveren. Ja. Maar de Nederlandse wetgever, en dat is interessant, die heeft in de Nederlandse bepaling, in de mededingingswet, dus dat is artikel 24, die misbruik machtspositie verbiedt, expliciet gezegd, dat het tot stand brengen van de concentratie niet kan worden aangemerkt als misbruik van de economische machtspositie. Oké, dus dat is wel gek. Dus dan begrijp je dan goed. En eigenlijk de Nederlandse wet wijkt dan dus eigenlijk af van dit arrest. Ja. Maar dat zijn wel twee verschillende artikelen. Maar dat betekent dus dan dat als je een overname hebt wat alleen maar een Nederlandse dimensie heeft. Ja. Heel lokaal, dus twee huisartsen die samen zouden gaan, noem maar wat. Ja. In een bepaalde wijk hier in Amsterdam. Dan kun je dat niet aanpakken. Stel, ze zouden heel groot worden. Er moet een grote huisartsenpraktijk zijn trouwens. Om van de machtspositie te kunnen spreken. Maar laten we even uitgaan dat ze heel Amsterdam hebben, deze twee huisartsen. Omdat er geen effect uitgaat van het instaatelijk handelsverkeer. Wat natuurlijk vereist is voor 102. Ja. Dan kan een toezichthouder of een rechter dus niks mee. Exact. Zijn het veel grotere partijen, internationaal opererende partijen. Ja. Dan zou je het via de band van 102 wel kunnen proberen. Ja. Bij een rechter of de autoriteit kan het doen. Exact. Dus dat is inderdaad goed, inderdaad, zoals jij zei. Maar om toch even te benadrukken. Hè, artikel 24, Nederlandse equivalent eigenlijk van artikel 102. Zijn inhoudelijk gelijk. Worden ook gelijk uitgelegd. Hè, dat is in ieder geval de bedoeling. Ja. Maar voor artikel 102 moet er wel sprake zijn. Omdat het de Europese norm is. Wel sprake zijn van een effect op de interstatelijke handel. Dus daar moeten... De handel tussen verschillende lidstaten moet worden beperkt. Ja. Dus als jij inderdaad alleen maar hier in Amsterdam zit, precies zoals je zegt. Ja. Niet 102 waarschijnlijk, maar alleen 24. Met dus de beperking die 24 kent. Nou, ik kan me voorstellen, ik las overigens in het arrest dat de Nederlandse staat ook de Franse staat had gesteund. En de Franse meningsautoriteit, dus die hadden de lezing
dat het misbruik van machtspositie niet opgaat voor fusie en overnames, ook in Nederland. Dus zat Nederland er anders in? Ik kan me voorstellen dat dit ook tot een wetswijziging in Nederland zal leiden op termijn. Want in Nederland is altijd de lijn geweest, het Nederlandse meningsrecht volgt het Europese meningsrecht. Exact. Kan ik me voorstellen? Ja, denk ik ook. Okay. Denk ik ook. Dan kan ik me voorstellen dat je als M&A-advocaat of adviseur in het afgelopen jaar allerlei transacties hebt gedaan, dat je denkt, oké, wat betekent dat? Wat betekent dat voor transacties in het verleden? Vallen die hier dan onder? Ja. Lopen ze hier een risico? Ja, zonder mensen gelijk bang te willen maken, hè? Maar laten we dat vooral niet doen. Maar nee. Zou het in theorie kunnen? Heeft het terugwerkende kracht? Nou, dit is heel goed dat je dit vraagt, want het is ook niet alleen om mensen bang te maken. Dit is ook een gegronde vrees, zo gegrond dat deze vraag ook is gesteld. Okay. Op dit punt ook is geopperd door de partijen, de fuserende partijen in deze situatie. Ja. Dus die zeiden ook, ja, allemaal leuk en aardig, maar als u beslist dat hier inderdaad sprake is van, of kan zijn van misbruik, kunt u dan alsjeblieft wel aangeven dat het niet voor het verleden geldt, want dan komen we eigenlijk in een soort onmogelijk terrein waarin we alles ongedaan moeten gaan maken. Ja, een hele grote gevolgen kan hebben voor bedrijven. Ja, krijg je een beetje discussie van, you cannot unscramble the eggs. Hè? Ja. Dus je kunt niet een fusie helemaal ongedaan maken als het al jarenlang is geïntegreerd, et cetera. Leuk, begrijpelijk dat ze dat hebben gevraagd of hebben gezegd. Maar het Hof zegt, het spijt me, maar er stond geen grote onzekerheid over de toepassing van artikel 102. Ja. Dus nee. Dit heeft gewoon altijd gegolden eigenlijk. Dus het is nooit weg geweest, dus je had het kunnen weten. Dat was eigenlijk vaste lijn in Europese rechtspraak. Hè? Een uitlegging van de norm uit het verleden, die geldt in principe gewoon vanaf het moment dat die norm Maar dan, de gemiddelde jurist zal zich dan de vraag stellen, ja, hallo, maar is er iets met verjaring toch? Er is toch een verjaringstermijn? Die is er altijd. Want is hier geen verjaringstermijn op? Ja, die is er wel. Laat ik zo zeggen, die is er voor zover het betreft de beboeting door de Nederlandse autoriteit. Hè? Ja. ACM die heeft op grond van het algemene wetbestuursrecht een beperkte bevoegdheid om een boete op te leggen. Ja. Dat is een vervaltermijn, die is 5 jaar. Okay. Dus fusies van 20 jaar geleden, dat ze achteraf denken, nou, nu ik er naar kijk, 20 jaar later, dat was toch niet een hele prettige overname. Ja. Die kunnen ze nu niet achteraf gaan beboeten. Dat kan niet. Oké, want die verjaringstermijn die gaat dan, die begint te lopen vanaf het moment van de overname? Of wanneer stopt dat misbruik dan? Ja, dat is, loopt dat nog door? Ik weet het niet. Daar kun je hele discussie over voeren. Want dat is een terecht punt. Want in kartelovertredingen of bij kartelovertredingen is de heersende lijn. De overtreding eindigt pas bij het einde van de kartelinbreuk. Hè? Bijvoorbeeld het einde van de afspraak. Ja. En die afspraak die kan 5 jaar hebben geduurd of al 10 jaar hebben geduurd. Dus als je het eindpunt neemt, dat kan vrij recent zijn nog. Dus als je dat één op één zou toepassen op een fusie die wordt aangepakt op grond van 102, dan zou je misschien wel kunnen zeggen, ja, die fusie is nog steeds tot stand, want die fuserende partij is gewoon nog zoals die is. Loopt het dan door? Is dat dan? Dan zou het dus niet verjaard zijn. En bovendien, dat is misschien wel goed om te weten, die vervaltermijn van 5 jaar, die geldt voor de boete. Ja. En die geldt niet voor last van dwangsom. Dus je moet er niet aan denken dat je nu dus autoriteiten hebt die op grond van 102 een last van dwangsom gaan opleggen ten einde, of met als doel om een fusie ongedaan te maken die 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Ja. Dat zou wel een civielrechtelijk heb ik ook niet gelijk wat dan de verjaringstermijn zou moeten zijn daarbij. Dus er zijn nog wel wat open eindjes, er zijn nog wat vragen. Hè? Dus die nog er zijn nog andere nieuwe vragen die bij jou zijn opgekomen toen je het arrest las. Ja, veel zelfs. Ik denk dat zij in het begin al, het heeft eigenlijk heel veel vragen opgeroepen. Ja. Het heeft een aantal dingen beantwoord die we eigenlijk al een beetje vermoeden op grond van Continental Ken. Maar het heeft ook al nieuwe vragen opgeroepen. Ja. Een van de vragen is, of context daarbij is als volgt. Als een fusie boven de drempels komt en is goedgekeurd, dan zou je denken, dan kun je niet ook nog artikel 102 toepassen. Ja. Dat volgt ook impliciet uit de vraag, hè? Ja. En het antwoord van het Hof. Maar dan is de vraag, ja, maar door wie is die fusie goedgekeurd en boven welke drempels is die uitgekomen? Ja. Je bedoelt, dus stel, je hoeft het niet te melden bij de Europese Commissie, maar wel in Duitsland, daar krijg je je goedkeuring. Ja. Kan de ACM dan nog steeds een onderzoek instellen op grond van misbruik van machtspositie? Ja. Dat doe je. Of is hij dan geblokkeerd? Want er is al één toezichthouder die hem al goedgekeurd heeft. Ja. Dus die vraag hangt nog. Die vraag hangt. Okay. En ik denk dat je wel logischerwijs kunt zeggen dat als een fusie is getoetst door de Europese Commissie en is gekleurd, is goedgekeurd, dat dan voor heel Europa, de hele Europese markt eigenlijk geldt, daar kun je moeilijk nog
bij een nationale autoriteit in Duitsland of bij een nationale rechter aankloppen om dit te laten toetsen op grond van 102. Maar ja, dat is de Europese Commissie. Maar inderdaad, in jouw voorbeeld kun je best betogen. Ja, leuk dat er naar, in Duitsland naar is gekeken, naar de Duitse markt. Ja, maar in Nederland kan er wel ineens een machtspositie zijn en toch misbruik. Oké. Je had het over dat de andere onzekerheid is die oplossingen. Hè? Wat, hoe moet je waar moet je aan denken? Voor remedies, hè? Die eieren waar je het over had, die uit elkaar moeten worden getrokken. We hebben het al even gehad over wat zijn dan die criteria voor dat misbruik? Hè? Dat moet dus ook nog eventjes, dat is ook niet helemaal duidelijk, nog niet helemaal scherp. Ik kan voor, en daar zijn het al over, dat weten we eigenlijk pas op het moment dat die Franse rechter daar wat meer duidelijkheid over heeft gegeven, hoe we daar naar moeten kijken. Ik kan voorstellen dat als je in de M&A-praktijk zit, dat je je afvraagt, oké, maar wat moet ik dan dus nu doen in transacties waar ik in zit? Hoe moet ik die afspraak overmaken als je aan de kopende of verkopende kant zit? Hè? Hoe zorg je voor bepaalde zekerheid? Want het creëert rechtsonzekerheid. Hoe doe je dat dan? Ja, ik denk eens. Ik denk het creëert rechtsonzekerheid met de kanttekening van wat we eerder al bespraken. Het doet zich alleen voor in vrij uitzonderlijke situaties. Ja, okay. Ik bedoel, je moet dominant zijn. Je moet een andere speler op dezelfde markt overnemen. Ja. Er moet een bepaalde afhankelijkheid kennelijk zijn. Ja. Dus de gemiddelde PE-overname zal hier niet heel snel tot problemen leiden. Ja. Even grosso modo gezegd. Maar ja, inderdaad, hoe ga je dit verwerken in je transactiedocumentatie? In je SPA, dat is best lastig. Want ACM zou dus nog 5 jaar later, of misschien wel langer. Laten we even uitgaan van het moment van, het einde van de overtreding is het moment van de overname. Ja. Dus nog 5 jaar later kunnen zeggen, nee, je moet het ongedaan maken of je krijgt er een boete voor. Ja, ga dat maar eens opschrijven in je SPA. Moet je dat risico bijvoorbeeld leggen bij de koper? Dat zegt, nou, jij was al dominant, dus dan mag jij het ook oplossen. Hè? Ik bedoel, dan moet je niet bij mij terugkomen. Klinkt fair. Ja. Toch? Ik zou niet zeggen, dan neem ik het wel weer terug. Ja. Nee, dan zou ik zeggen, sorry, het is jouw overname. Zoek ik lekker zelf uit. Ja, lukt zoek lekker zelf uit. Oké, nee. Maar als ik het goed beluister, zeg je eigenlijk die soep, we zijn inmiddels al dik een half uur over dit arrest aan het praten, die wordt helemaal niet zo heet gegeten. Is dat eigenlijk wat je zegt? Het valt dan wel mee. Ja, het zou jammer zijn als we zeggen, na een half uur luisteren tegen de kijkers en kijken, het wordt niet zo heet gegeten. Ja? Maar laten we eerlijk zijn, dit gaat niet dagelijks praktijk worden. Dit is wel een vrij uitzonderlijke situatie. En dan, omdat je zegt, ofwel hij zal al onder het toezicht vallen, ofwel hij wordt verwezen, ofwel, wat dan? Of hij is niet interessant gewoon genoeg uiteindelijk, om wat voor reden ook. Of er is geen Het is gewoon geen man- en machtspositie, is er niet. Dus je voelt je aan die criteria en daarbij een toezichthouder of een civiele rechter, dat ga ik nooit halen. En die afhankelijkheid, dat vond ik ook interessant, dat in die overweging staat, die afhankelijkheid van die resterende concurrent van de dominante partij. Ja. Daarom is het interessant om te zien wat die Franse rechter gaat zeggen. Ja. Als die de feiten toepast, als die bijvoorbeeld zegt, er is ook een, tussen die gefuseerde partij en die towercast is er ook een soort verticale relatie, dat bijvoorbeeld de gefuseerde entiteit bepaalde diensten levert die towercast nodig heeft om te kunnen concurreren met die de gefuseerde entiteit. Ja. Dan kun je zeggen, daar is een duidelijke of een evidente afhankelijkheid. Ja, dan wordt het anders. Ja. Maar vrij specifiek. Ja, en even terug een zijspoor, want die Illumina Grill waar je het over had, die Dutch Clause-zaak, of die doorverwijzing, die hangt nog bij het Hof van Justitie. Die moet daar een oordeel over geven of die clausule eigenlijk nog steeds geldt, zeg maar, hè, als ik het gebruik. Als het nou zou zijn dat het Hof van Justitie in die zaak besluit, dat je eigenlijk helemaal geen, dat die Dutch Clause-zaak geen werking meer heeft, dat niet meer nodig is, omdat er gewoon allemaal nationale fusiecontroleregels zijn in heel Europa, dan zou dit misschien iets belangrijker kunnen worden. Dit kan ik me voorstellen, dit towercast-arrest. Dan geeft het Dat kan ik me voorstellen. Ben je daar mee eens? Dat denk ik ook. Dan zou dit eigenlijk een soort plan B zijn, hè, of plan C. Ja. Dat je zegt, oké, we kunnen niet Dutch Clause doorverwijzen, maar dan gaan we voor abuse of dominance. Ja. Als we zouden willen afsluiten, wat zouden we dan willen meegeven aan de M&A community over dit arrest? Want ik zag al dat er nu in België al gelijk een eerste onderzoek is gestart op grond van dit arrest. Ja. Dus het is wel degelijk een risico. Ja. Maar wat zouden we nou bedrijven en adviseurs willen meegeven? Wat is een belangrijkste tip? Ja, ik denk vooral om vooraf, voordat de transactie wordt afgesproken, voordat een SPA wordt getekend of een LOI of wat dan ook, goed inschatten wat de mogelijke risico's zijn. En vooral goed in te schatten of er sprake is misschien van een dominante partij die een andere partij overneemt, waardoor die machtspositie wordt versterkt. Als je daarmee begint, dan ben je eigenlijk al, als je dat kan uitsluiten, dan zit je eigenlijk al grotendeels safe onder deze. En dat zal in 99% van de transacties, zal dat zo zijn. Zo is het. Het gaat om die paar gevallen, die moet je uitzien te pikken, denk ik, als adviseur. Ja.
Of als advocaat, ja. Waar je dan toch misschien een andere afspraak met elkaar moet maken. Ja. Of proactief misschien aan toezichthouder toe moet. Dat kan ook. Dat kan ook. Waarbij je nog wel misschien de toezichthouder dan hebt afgedekt. Ja. Maar je concurrenten en je afnemers, dat is natuurlijk altijd even de vraag. Ja. Nee. En het voorbeeld wat je net noemde, dat geeft misschien een goede indicatie waar je het in moet zoeken. Dat voorbeeld in België. Dat is eigenlijk kort na de uitspraak. Volgens mij binnen een week na het Towercast arrest kwam eigenlijk de Belgische autoriteit al in de lucht. Die zei, nou, wij gaan dit gebruiken. Ja. En dat ging specifiek toen om de situatie van een aanbieder voor breedbandinternet, EDP-net, werd overgenomen door een vrij grote Belgische partij, Proximus. Ja. Ja, dan kun je al voorstellen dat daar, de telecommarkt is natuurlijk altijd al behoorlijk geconcentreerd geweest, dat daar eerder zo'n towercast situatie zich zal voordoen. Oké, helder. Dus de tip uiteindelijk aan het bedrijfsleven en aan adviseurs is heel goed onderzoek vooraf. Dat voorkomt een hoop problemen. Zo is het. Top. Dank u voor het kijken. Ik wil u graag wijzen op de volgende uitzending van LegalFlix. De evenredigheidstoets op dinsdag 25 april om 3:00. U kunt zich inschrijven via de link en in het volgende scherm. Dank u wel.